Danger! Do not enter! This pipe is the entrance to the pit of 100 trials! First attack and bump attack won't... don't work, so beware! And if you only feel it! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario en de 1000 jaar door. Ik ben er weer, Trainer Stevie, terug met een nieuwe aflevering. Nogmaals sorry voor de rommelige aflevering van de vorige keer, maar ik vond hem toch eigenlijk best wel nodig om heel even uit te leggen wat er aan de hand was. En ja, we hebben toch een beetje storyline gehad. In deze aflevering ben ik van plan om richting... er zit er niet zwart. Om, nou ja, niet richting, want we zijn er al. Er zit ook... Sorry daarvoor. Dat was onprofessioneel. In ieder geval, in de vorige aflevering zeiden we dat we dus in de Pit of 100 Trials zouden gaan. En het grappige is, de Pit of 100 Trials, daar ben ik zeker van plan om dus 50 trials neer te gaan halen. Dat is onze goal. Nogmaals, de Pit of 100 Trials. Ga er alleen maar in op het moment dat je zeker weet dat je zover kan komen. Want anders kom je er nooit meer uit. Of je kunt weer overnieuw beginnen en je krijgt een game over. Dus ja... het grappige met de Pit of 100 Trials is, elke vijand die is nieuw, dus ik snap eigenlijk niet waarom dat ik dingen eruit heb gegooid. Kumbella. Want we hebben eigenlijk best wel veel tattles te doen. Ja, we gaan gewoon heel eventjes naar Kumbella. Goed, tattle ability. Dus ja, we hebben een paar gezellige verhalen waar we over kunnen praten. Het grappigste is... Oh, dit is trouwens een Gloomba, geen Goomba. Die houdt van Dark Places en noem maar op. Die heeft 7 HP, aanval is 3 en defense is 0. Vallen precies hetzelfde aan als een normale Goomba. Maar zijn gewoon een beetje sterker. Dus waarschijnlijk omdat ze in de Pit of 100 Trials zitten. En mijn timing die was heel erg bad. Hoppakee, dat is beter. Goed. Hier nog heel eventjes een swap in verband met... Oh ja, hij herstelt HP. Daar ben ik eigenlijk niet echt een groot fan van. Nou ja, we kunnen Multipunk even proberen. Kan ik nog timings vandaag goed doen? In ieder geval krijg ik mijn FP terug. Dat is gunstig. Hij heeft nou nog 3 HP. De hamer die doet volgens mij nou ook 3 damage. Dus ik kan Quake Hammer proberen. Tenminste, dat hoop ik. Dat werkt beter. In ieder geval zijn er nog steeds hele zwakke vijanden, waardoor we maar 1 starpoint gaan krijgen. Pit of 100 Trials. Ik skip geen 1 battle. Dus het kunnen best wel saaie video's zijn, maar ja, dat probeer ik op te vullen met audiocommentaar. Dit venstertje hier laat je precies zien op welke vloer dat je bent. We zitten nu op level 1. Level 1! Dus, ja... We gaan niet skippen. Vertel gewoon ook random verhaaltjes of zoiets. Dus, het enige nadeel is wel, we moeten dus heel erg veel tattelen. En, nou ja, sommige vijanden die kennen we, sommige... Mag ik op jou springen? Oké, dat was een grote paal. Auw. Hij heeft een mushroom. Ik wil eigenlijk die mushroom. En ik vergeet eigenlijk het feit dat ik nog steeds 3 patchpoints heb die ik niet heb geëquipt. Dus, maar goed, in ieder geval, er zullen nog wel veel vraagtekens zijn over de vorige aflevering die ik dus... dat is gemeen. Dat was ondergordel. Maar er zullen nog wel veel vraagtekens zijn die dus geweest zijn over de vorige aflevering. Bijvoorbeeld van, hoezo heb jij een Jolteon met Hidden Ability? Is de Hidden Ability niet een beetje waardeloos omdat je Volt Absorb eigenlijk, ja, doei doei tegen zegt? Daar wil ik nog wel heel eventjes over praten dadelijk bij de volgende battles of zo. Dus dat komt wel goed. Ah, Jumpman. Die is zo goed, maar we hebben nog geen measure voor... spiked enemies of spiked vlieg enemies. Nee, daar kunnen we die andere voor gebruiken. We kunnen dan de hamer niet meer gebruiken. Maar springen is dan zoveel beter. HP plus P. Power plus P. Damage dodge. Nee. Deze boeien me eigenlijk niet allemaal zoveel. Happy Heart. Happy Heart kan op zich hier wel handig zijn. Omdat we best wel veel damage kunnen nemen. Maar die power plus is... Nee, ik heb een Happy Heart. Super Appeal, Close Call. Ja, dan zet ik de Close Call aan. Ik denk dat dat eigenlijk een beetje de beste is. Maar goed, in ieder geval, ja, ik zei al van dat wil ik eigenlijk een beetje dan vertellen in een Pokémon aflevering misschien of zo. Of misschien weer een keertje tijdens een livestream. Nee, er is nog geen livestream. Livestream aangekondigd op het moment. De reden hiervoor is heel erg simpel. Ik heb geen tijd op het moment voor livestreams en dat vind ik heel erg vervelend om door te moeten geven. Maar helaas, het is eenmaal zo. En
Ik haat dit effect. Dit effect zorgt ervoor dat je dus kans hebt om te missen. Gelukkig gebeurt dat niet. En gelukkig dat we dus hem hebben verslagen voordat we onze bonusround krijgen. Om Poison Mushrooms wil je totaal niet als bonusround hebben, omdat dat alles halveert. Het halveert je HP, het halveert je FP. Dat wil je gewoon echt niet hebben. Dus, maar goed, om terug eventjes te komen over Jolteon's Hidden Ability. Hidden Ability, dat is heel erg simpel. Hij krijgt een speed boost van 1.5. Nou, een Jolteon is al lekker snel, dus daarom is een speed boost best wel handig. Als hij dus bijvoorbeeld een burn status heeft, dus als je hem een flame opgeeft, dan is hij dus super snel. Nou, met de komst van mega-evoluties en alles, en dat er dus nieuwere generatie Pokémon zijn, en dat je dus verschillende... Ik krijg nog toch steeds meer de naging om eigenlijk die jump badge eigenlijk... Nevermind. In ieder geval, aangezien dat er dus best wel veel snellere Pokémon zijn op het moment dan Jolteon, speed is heel erg handig, en daarvoor is het een ability. En die hebben Gonzales genoemd, in verband met Speedy Gonzales van Looney Tunes. En heel toevallig heb je hier Gonzales van Paper Mario, dus zo kwam ik daar. Dan is dat een beetje opgelost. Dus in ieder geval op dit punt dat ik aan het opnemen ben. Ik mis totaal daar helaas de fuzzy. En waarom heb ik Umbrella nog steeds eigenlijk eruit? Ik bedoel, we hoeven tot nu toe nog helemaal niks te... Boink. Ik hou van multibound. We hebben eigenlijk weinig te tattelen. En op zich is Yoshi heel erg gunstig. En dan zou je eigenlijk liever de Peekaboo badge hebben. Of zoiets die we nog steeds niet hebben. Het is best wel fijn om eigenlijk een Peekaboo hair badge te hebben. Waarom heb ik die niet gekocht? Sorry. Het weer werkt niet echt heel erg goed mee de laatste tijd. Misschien kan ik deze nu wel eventjes showen. Die heb ik nog steeds niet geshowd. Als je zo first strike doet. Wacht, het is er maar eentje. Doe je dus dat gelijk, die aanval, zonder FP te gebruiken. Dat is eigenlijk best wel handig om een hele sterke first strike aanval te doen. Dus altijd heel erg handig. Dus ja, nee, maar op dit moment dat ik aan het opnemen ben ik dus nog niet bij René Cards geweest. Ik ben wel bij Castlefest geweest, daar heb ik best wel veel bekende gezichten weer gezien. Was zeker heel erg gezellig, dus mocht ik je daar gezien hebben, hartstikke gezellig. Mocht er een Rosalina op het moment aan het kijken zijn met Sylveon oortjes die ik dus ontmoet heb. mijn telefoon maakt weer eens een keer geluid. En... Ja, je kan ook beter de Quake Hammer voor gebruiken. Ik bedoel, we gaan toch bijna level up. Dus net zo goed dat ik de FP maar kan gebruiken. En ik bedoel, we hebben ook nog altijd onze special attacks die we zouden kunnen gebruiken. Maar... Om heel eventjes te komen over de Sylvie... Ja, Sylvie... Ja, Rosalina met Sylveon oortjes. Die kwam ik tegen bij... die kwam ik dus tegen bij Castlefest. En die was er... die had dan zo'n Luna bij zich. Zo'n sterretje. Weet je wel, van Luna. Ja. Jullie kennen me Mario Galaxy. Doe nou niet net alsof dat je niet weet wie Luna is. Jullie weten het. Ik weet dat jullie het weten. Maar goed, in ieder geval, die was er dus kwijtgeraakt. En die hebben we gelukkig weer gevonden. En die ligt dus nu veilig hier in studio, Stevie. Reden daarvoor is, we kwamen haar niet meer tegen. Want we wouden die dus gelijk teruggeven. En dan zou je denken van, ja, waarom heb je het niet gebracht naar Lost and Found? Maar, we hadden het pas een dag later teruggevonden. Dus iemand bij het kraampje had het neergezet bij het kraampje. Dus ja, Lost and Found zou het daar bij Casper liggen. En wij kenden haar. Ze heeft nog zelfs een foto genomen. Dus ik dacht echt bij mijn eigen van, ja... Proberen toch contact op te nemen. Dus ik heb al via Facebook contact. Ik hoop dat ik er zeker tegen kan komen. En mocht je nou ook op Kerstfest zijn geweest en je dacht bij je eigen van... Hey, maar Rosalina met Sylveon oortjes. Die heb ik inderdaad ook zien lopen en die ken ik. Laat mij heel eventjes weten, want Luna wil terug naar huis. En we hebben Drybones. Ik bedoel, waarom ook niet. Dus ja, nou in ieder geval projecten wat betreft de hardcore. De hardcore, daar is meer dan genoeg van opgenomen, dus... Qua opnames hoeven we ons even voorlopig niet druk te maken. We willen wel de opnames door blijven laten lopen, zodat we niet roestig erin worden. Dus daarvoor lopen we extreem ver vooruit. Dus ik kan echt niks zeggen over de hardcore serie, aangezien dat er pas 2 afleveringen zijn. En oeh! Point swap. Swap your partners HP en FP. Dus... We kunnen Umbrella nou 3 HP geven. Dat is een beetje risky, maar aan de andere kant... Oeh, we zijn dan bij de eerste 10 floors. Dat is een beetje risky, maar aan de andere kant zouden we dus... dan kunnen swappen naar een andere partner en die heeft meer HP. Execute Super Blight to make enemies sleepy. Sleepy stomp. Niet echt een handige, maar dat maakt niet uit. Goed, dit is floor 10.
Vloer. Bleh. Kan ik nog praten. Bleh. Vergeet niet. Neem op in de avond. Ben ik niet gewend. Dit is floor 10. Op het moment dat je op floor 10 zit, kun je dus een uitroeptekenblok raken. Komt er de pipe tot je dieper kan gaan. Of je gaat terug naar boven toe en kun je dus 7 de badges die je hebt gehaald. Zoals ik al zei, dit is voor onze Pit of 50 Trials. Dus wij gaan gewoon proberen de 50 te halen. En oh, hier ben ik blij mee. Hier ben ik zeker heel erg blij mee. Zeker, dit wil je zeker doen. To the entrance. Deze kun je tegenkomen. Dan kun je dus 2 levels skippen. Je kunt 5 levels skippen. Maar je kunt ook terug naar de entrance als je daar zin in hebt. Wij skippen gewoon eventjes 5 beurten. Want dat kan gewoon. Hier wil je wel mee oppassen. Zit je op vloer 16, 17, 18, 19. Dan wil je dit niet doen. Doe je dit op dat moment, dan heb je het probleem. Dan skip je dus een bonus. Want op elke 10e vloer zit een bonus. Waarom hebben jullie nou weer zoveel? Hoi. Screw it. Screw taddelen. Screw that. Ik heb er geen zin meer in. Ik heb geen zin meer in taddelen. Leafeon, jij neemt het over. En we hebben niet genoeg FP voor. Kunnen we een mini-egg doen? Nog steeds daar niet de timing eigenlijk voor wanneer dat je eigenlijk Hoi! Au. Nou, we krijgen 1 HP terug. Dit is nogal vervelend. Aan de andere kant, ik denk dat we hier wel wat meer voor krijgen. Dat ik dus... Weet je wat, wij doen gewoon Earthrammer. Wij doen gewoon Earthrammer. Ik bedoel, waarom ook niet? Ik bedoel... We gaan bijna level omhoog. We hebben de measures. We hebben de SP. Dit doet 6 damage aan alle vijanden op het moment dat we het goed doen. Waarom ook niet? Dus, nou, had ik trouwens ook nog een vraag binnengekregen. Ik was een dagje in de Efteling. En toen had ik daar nog een... toevallig dat ik een kijkende tegenkwam. Hartstikke gezellig dat ik daar tegenkwam. En die vroeg dus of ik weer een keertje een Pokémon Go video wou gaan maken. Ik moet zeggen, Pokémon Go, ik speel het zelf weer wel. Ik ben weer een beetje bezig, dus ik ben bijna ondertussen een... Ik krijg nog niet een starpoint van hun. Ik ben boos. Ik ben, nou, niet boos, maar teleurgesteld. Foei, schaam je. Is heel erg vervelend. Is niet lief. Maar ja, als jullie weer een keertje Pokémon Go in de Efteling willen zien, laat het weten. Dan kan ik kijken of ik inderdaad een dagje heb tot ik zeg van... waarom ook niet? Hallo! Dus, trouwens ook heel erg belangrijk op het moment dat je in het midden staat. Je staat in het midden om heel eventjes te zeggen... Hoi, hoe gaat het ermee? Ik sta hier in het midden en wil heel eventjes kijken of ik water over mijn kop heen ga krijgen. Op het moment dat je in het midden staat en je drukt naar beneden toe, ga je gelijk de warpipe door en mis je dus al je muntjes. En daar wil je wel een beetje voor uitkijken. Dit is heel erg vervelend, want ik ging... dan doen we het maar zo. Hij is al vol voordat hij al vanwege is. Doink. Yay! Nou, we krijgen hier in ieder geval wel wat. Oké, kunnen we een bingo? Yeah! Oké, we hebben er weinig aan omdat we bijna level up gaan. Maar bingo's zijn een beetje lifesavers in de Pit of 100 Files. Die wil je zeker eigenlijk hebben. Dus, ja, dan heb ik nog meer van die dingen die ik over kan praten. Ja, zoals ik al zei, mijn werkschema, dat is nogal vervelend. Haha, superguard. Jij kan mij niks maken, jij kleft. Ja, trouwens, we hebben jullie soort al gebattled in de woods, geloof ik. Dus en we krijgen nog steeds starpoints van jullie. Want dan zeg ik dat ik underleveled ben? Nee, toch zeker. Nou ja, het maakt in ieder geval niet uit wat we dus in de volgende beurt doen. We kunnen het in één klap kunnen we dus winnen eigenlijk. En dat wil ik ook zeker wel gaan doen, want dan gaan we level up en dan wordt alles weer automatisch gefilled. Oftewel, level ups, dat zijn ook lifesavers. Zal ik wel even kijken of ik jou even kan outspeeden. Boy, dit gaat bijna verkeerd. Je geeft me geen seconde rust, of wel? Oké, je geeft me een seconde rust, oké. Kom naar me toe. Kom naar me toe. Ik wil deze aanval laten showen en ik heb geen FP om het te laten showen, dus kom naar me toe. Kom alsjeblieft naar me toe. Wilt u zo vriendelijk zijn? Jij komt niet mijn kant op, hè? Blijf je... Ah! Ik denk misschien als ik iets dichterbij kan staan, maar nee hoor. Nou ja, maak jullie geen zorgen. Dit doen we gewoon met...
hoe heet het? Dit doen we gewoon met zo'n star dinges. Het is net zo makkelijk. Ondanks dat we dus geen sterretjes zien, wil dat wel zeggen op het moment dat we ze allemaal killen, tot we sowieso één ster voor de battle krijgen. Dus we zullen altijd een level up kunnen krijgen. Dus ja, dat is altijd leuk. Boink, boink, boink. Ik ben een beetje verkouden aan het raken van het weer, merken jullie het? Ik ben de hele tijd aan het snippen. Ik bedoel, oké. Ik moet zeggen, ik vind de zomer die op het moment er is, vind ik niet erg. Ik bedoel, 22 graden vind ik een lekkere zomer. Ik bedoel, dat over de 25 graden heen, daar ben ik echt totaal geen fan van. Maar ja, het probleem is, ik werk dus ook in de nacht. En in de nacht dan is het in één keer 18 graden. En dan hebben we weer een nacht, dan is het weer 12 graden. En dan is het moeilijk om te kijken hoe dat je je kan kleden, bla bla bla. Oké, wat wil ik hier doen? Die Gymman Badge, die is zeker heel erg handig. Wil ik voor BP gaan? Of ga ik toch mijn HP omhoog gooien in verband met dat we toch wel gevaarlijke vijanden tegen gaan komen? Dat kunnen we ook met een badge doen. Yay! Max! Ik doe het nou wel eventjes met een badge en dan denk ik bij mijn eigen van... Oh jee, maar dan krijg ik die 5 HP nu niet extra. Who cares? Feit dat we het hebben, dan kunnen we het tenminste krijgen. En dan kunnen we gewoon de Super Shroom gebruiken, mocht het dus nodig zijn. Ik wil eerst even kijken of we niet een andere badge kunnen gebruiken. Want ik wil hem eigenlijk gebruiken. Weet je wat, ik ga hem gebruiken. Screw it. Ik ga hem gewoon proberen. Super Appeal. Nou, ik zie niet de reden waarom dat we dat eigenlijk zouden willen gebruiken. Ik denk niet dat we nog een enkele... Ja, Sleepy Stomp. Of Charge. Shrink Stomp. Soft Stomp. We hebben Quake Hammer nou niet meer nodig, want Quake Hammer is een hameraanval. En hameraanvallen hebben we uitgezet, dus... En dan hebben we alweer 3 badge points. Laat ik eens heel eventjes BP needed. Waarom ook niet? Ik bedoel, we zitten op zich heel erg goed. Maar als ik dus nog 3 badge points kan krijgen... Ja, we kunnen de HP plus badge toch eigenlijk aanzetten. Power plus voor de partner is ook eigenlijk extreem goed. Ik ga het doen. Happy Heart gaat uit. Close Call gaat uit. We gaan vol op de attack. En nou hoor ik mensen al van... Ah, dat is niet slim! Tuurlijk wel! Wat kan er nou misgaan? Ah! Hier hebben we er een. Op welk level zitten we? Level 19! Sneaky! Maar nee, dank je. Al zouden we nou maar 2 levels skippen. Dan missen wij de bonus reward die we krijgen... op deze verdieping. En geloof me, die willen we niet missen. Goed, wat zit erin? Nummer 20. Fire Drive. Op zich een hele goede badge, maar het is een hamer badge en we hebben Jumpman geactiveerd. Dus kunnen er helaas heel erg weinig mee. Dit is trouwens wel, kan een beetje een major spoiler zijn. En dit kan een probleem zijn aangezien dat we nou alleen maar de hamer niet meer mogen gebruiken. Dus zo kunnen we de hamer nog gebruiken. Oh boy. Ik denk dat ik hier als eerste de Ground Pound moet gaan gebruiken en dan een Galp of zoiets. Want dit kan eigenlijk best wel, dit is best wel een probleempje. Aan de andere kant kan ik een Galp gebruiken, maar dat doet mijn 5 damage aan hem. Yep, we gaan voor Earthrammer. Het punt is namelijk, er is een badge en die heet Spike Proof. Op het moment dat je de badge dan met Spike Proof draagt, dan kun je dus op spiked enemies gewoon jumpen. Dat in combinatie met de Jumpman badge is geweldig, want dan kun je de hamer niet meer gebruiken. Maar je attack gaat dan toch nog eentje omhoog en je kunt op alles springen. En vergeet niet, multi-bounce is broken. En dat is altijd leuk om die eigenlijk te kunnen gebruiken. En ik hoop dat ik hem niet... Oké, goed zo. 6 damage. Wel jammer dat Earthrammer niet omhoog gaat met damage. Als je dus daarmee aanvalt, dan zal altijd 6 damage blijven doen. Oké, die Goombas hebben maar 6 HP. Ik vind het eigenlijk een beetje zonde om daar nou... Ik ga proberen te superguarden. Misschien een heel erg dom idee, maar ik ga het proberen. Damn. Dat is onder de gordel. Prima. We gebruiken wel een mini-hack. Ik weet nog steeds die timing niet voor deze, om daar stylish te doen. Eigenlijk best wel jammer. Nou, dat was 3 damage die we eigenlijk niet nodig hadden. Eigenlijk heel erg jammer. Dus ja.
Oh, hoe dieper trouwens dat je gaat, hoe moeilijker dat de vijanden gaan worden. Maar dat snapten jullie, dacht ik zelf, ook wel. Op de 100ste verdieping. Wat daar ligt? Spoiler. Ga ik dus nou nog niet zeggen. Dat zou een beetje jammer zijn. Ah, net te laat. Ik wou hem toch proberen te showen, maar ik was te laat. Nieuwe vijanden. Hoe heet het ook alweer? Bandits. Nou, we kunnen een multi-bounce doen. Dat doet eigenlijk best wel veel damage. Ik bedoel, dat doet nou 4 damage per vijand. We gaan het gewoon doen. Ik bedoel, we hebben de items meegenomen, dus waarom ook niet? We kunnen dan ook heel eventjes deze doen. Met een beetje geluk gaan er nou 2 neer. En... Oké, alleen de snippets die gaan neer. Oké, hij wordt inzichtbaar. Daardoor kunnen we hem dus in de volgende aanval niet raken. En hij had muntjes. Oh, deze die zijn zo moeilijk te supergarden. Oké. En dan kan ik geen multibounce doen in verband met... we kunnen niet over die eerste heen springen. Ja, dan halen we deze meneer. Dat lijkt me eigenlijk wel het beste wat we nou kunnen doen. En met een beetje geluk krijgen we onze HP terug en onze coins. En... Nice! Oké, bingo's zoals ik al zei, die wil je echt hebben. Bingo's, wauw, geweldig. Oké, HP is vol. We zouden die boerders neer kunnen halen, maar ik heb liever mijn money's terug. En eigenlijk best wel jammer dat de power-up P niet werkt voor Yoshi. Nou ja, het werkt wel voor Yoshi. Hier bijvoorbeeld 3 of 2. Volgens mij doet dat de eerste keer maar 1. Gulp doet volgens mij ook iets meer damage. En jullie kiezen er alleen maar voor om te... Wauw, dat was een snelle aanval. Daar ben ik het niet mee eens. Ga neer. Ik denk toch dat ik heel eventjes Goombella eventjes terugpak, want... Ik bedoel, dan kunnen we toch een beetje taddelen. En ja, Yoshi is ook eigenlijk een beetje airborne, dus we kunnen beter dan misschien voor Koops gaan. In verband met het dealen met spiked enemies of met multiple enemies die op de grond zitten. Daar ja, zijn hun dan toch een beetje beter voor. Maar ja, we krijgen in ieder geval onze coins denk ik wel terug. Ik bedoel, er ligt een enorme lading van coins. Which is good. Dus, nou ja, laat ik heel eventjes de partner eventjes swappen. We gaan eerst gewoon even kijken of we inderdaad weer nieuwe vijanden tegenkomen. Dat we toch iets kunnen taddelen. Just in case. En mochten we heel veel spiked enemies tegenkomen. Oeh, Lucky Two, daar ben ik eigenlijk niet echt blij mee in verband met die heef van die vervelende spiders die ze kunnen gooien. Die hebben we al getaddeld. Oh, dat is gewoon 2 multibouncers. Oh nee, wacht eventjes, jij kan niet, want jij hebt dan... dan gaan we dit aanpakken. Als ik dit doe... Dan halen we er sowieso nou 2 neer. En dan heeft hij maar 1 beurt om aan te vallen. Dan doen we dat. Ik kan het gewoon proberen. 3 damage, nice. Ja, bonus hadden we daar toch niet echt nodig. Yay! Nee! Heb ik een aanval? Als hij dit doet... En ik wil eigenlijk niet mijn star points hiervoor gaan gebruiken. En je bent een vliegende vijand, dus ik kan je nergens meer raken. Ik weiger. Ik weiger jou deze beurt te laten leven. Ik weiger het. Erg ja, als ik aan het concentreren ben en tot ik dan stil ben. Nee, serieus, ik weiger het. En Goombella, wat is het met jou als we jou als partner kiezen tot we weer vijanden tegenkomen waar we niks aan hebben en tot we maar 1 startpoint krijgen? Serieus. Objection. Dat was de meest raar klinkende objection ooit. Welke verdieping zitten we eigenlijk? Level 23. Als we op de helft zijn... Denk ik dat dat ook wel een mooie cap is. Dus ik zou zeggen, gewoon 25 floors. Kijk.
Hebben we de baboons al gehad? Ik denk het niet. Zo te zien niet. Dat is een issue, want we kunnen de hamer niet gebruiken. Nou ja. Kom Bella, neem jij maar heel eventjes de damage. Dat maakt niet zoveel uit. Goed. Nee, niet de multi. Wij willen eerst even een tattle zien. Doe, je staat er nou toch voor? Vertel ons eventjes wat dat is. Volgens mij is het een bonbon. Yep. En het valt zichzelf... Ja, het valt aan door zichzelf op te blazen. Heeft 4 HP en een bonbon kan boos worden als je erop springt. En dan doet hij nog meer damage. Dus we gaan zeker vooruit kijken. Nou ja, eigenlijk niet, want... We mappen hem toch wel meer. Haha, Super Guard! Nou, het punt is, ik wil deze heel eventjes tattelen. Niet dat het echt nodig is, want ik ga niet voor een completion tattle. Want daar krijg je niet echt heel erg veel voor. Het is alleen maar dat je dus de HP kan zien op het moment dat ze dus... Ja, dat je geen peekaboo badge of iets in die trend hebt. Dus ik ga toch heel eventjes swappen naar Koops. Swap partner, Koops. Krijgen we toch nog één avond te zien, maar ik wil niet... Oké. Weet je nog dat ik zei dat ik niet zou gaan knippen in verband met... Ik hou me eraan. Alleen dan moet ik niet van deze domme fouten maken. Dat is echt gênant. Ik vind het eigenlijk best wel grappig hoe dat Koops daar eigenlijk rustig blijft liggen van Don't mind me, ik lig je lekker op de grond. Koops blijft vooral liggen. Oh, en in één keer maak ik sta je op zonder animatie. Ik vind het best. Tot nu toe heeft Tadelen ons alleen maar in de problemen gebracht, dus wij gaan niet meer tadelen. En kijk eens Koops, hier heb je nog een HP terug. Speciaal voor jou. Laten we eens lief zijn. Goed. Last floor. Everybody do the dinosaur. Boos kunnen nogal een issue zijn, aangezien dat als we boven vliegen... dat we ze daar niet kunnen raken, maar ik zie ook een spike te komen, maar dus op zich zitten we best wel hier gunstig mee. Dat kleert jou gelijk, hartstikke grappig. Fun fact trouwens, Boo, dat is eigenlijk de vijand die we... Dit is de eerste keer dat het jij pas tegen kan komen op een zinloos moment. Ik ben teleurgesteld. Ik gebruik nu FP om hem te one-shotten en dan geef je me in één keer de boost. Dat zou leuk zijn geweest als het een bos was. Ik bedoel serieus, check die damage, maar goed. Boosters zijn dus eigenlijk een beetje de main vijanden die we tegen gaan komen dadelijk bij ons volgende... Supercard. Nou, ik wou supercarden. Maar ik kan jou toch niks maken zo, dus... Sheltos, 4 damage! Yay! Kunt mij niks maken, stylish, zie mij op een schild, gaaf, awesome. Nou ja, we krijgen in ieder geval nou wel voldoende starpoints weer, dus... level-ups zitten eraan te komen. Hou er wel rekening mee als je de Pit of 100 Trials doet. En je zou dus op een bepaald punt inderdaad zeggen van... Nou, ik ga weg. Je kunt een beetje overpowered eruit komen. Want ja, je komt best wel snel sterke vijanden tegen. En als jij nou mijn kant op gelopen komt... Ja! Nee, dat werkte dus helaas niet. Ik haat dit. Volgens mij ken ik jullie ook niet one-shotten, want volgens mij hadden jullie 7 HP. Tenminste, dit... 8. Oké, dat one-shot jullie wel. Boe raken we ook mee. Dat is altijd handig. Ik bedoel, we spenderen er FP voor. Superguard! Nou... Oh, dit is een probleem. Dit is een heel groot probleem. Ren! Ook al valt er eigenlijk weinig weg te rennen. dit is onze enige aanval die we op dit moment kunnen doen. En we hebben zoveel spiked enemies. En daar baal ik eigenlijk best wel van. Misschien is het niet zo handig om de Jumpman badge. Ik bedoel... En misschien moet ik niet zoveel proberen te superguarden. Omdat ik denk dat ik awesome ben met superguarden. En dat ben ik eigenlijk dus helemaal niet. Dit is beter.
Ik denk gewoon dat het thumbnail van deze aflevering gewoon Koeps op zijn rug moet zijn. Serieus. Dus voor Koeps op zijn rug, zou ik zeggen. Dank jullie wel voor het kijken naar deze aflevering. Heb je de leukste floor van de Pit of 50 Trials? Laat het weten in de reacties natuurlijk als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achteruit natuurlijk als je daar de tijd voor hebt. En dan hoop ik jullie allemaal te zien in de volgende aflevering. Waar dat wij dus de rest van de andere 25 gaan doen. En dan ben ik heel erg blij. En ik ben van papier, mocht je dat nog niet door hebben gehad. Yay. Behalve mijn neus. Mijn neus is nogal een beetje driedimensionaal. Als je... In ieder geval, tot de volgende video. Bedankt voor het kijken. En ja. Doei. 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 Doei.